je de dag na jouw WK-debuut? Ja, nog steeds een beetje aan het genieten eigenlijk. Hoe heb je het beleefd? Hoe ging je dat veld op? Nou, ik werd geroepen van de bank dat ik moest gaan warmlopen en ik was net een peperkoekje aan het eten, dus ik gooide meteen een peperkoekje op de grond en ik ging warmlopen en ik had meteen wel in de gaten, oké, dit gaat hem worden. En toen liep ik dus snel terug naar de bank en mijn schermschermers omdoen en speelsters om me heen en zei, kom op Do, je kan het. En ik was behoorlijk zenuwachtig, maar uiteindelijk als je op het veld staat, ja, daar is waar je het allemaal voor doet en dat is gewoon echt gewoon kicken. Al die Canadezen die dan juichen naar dat eerste doelpunt, werkt dat juist opzwepend of hoe ga je daarmee om? Ja, toen het doelpunt viel was het moment dat ik moest gaan warmlopen. Dus ja, ik vond het heel moeilijk. Ik had ook niet echt gezien hoe het doelpunt ging. En dan denk je wel echt van wow, dit is echt niet normaal. Zoveel mensen en echt, die maken zo'n lawaai voor Canada. Maar uiteindelijk, ja, je moet uiteindelijk gewoon afschakelen wat er om je heen gebeurt en gewoon bezighouden met wat er op het veld gebeurt. Nou, als ik op het veld sta, heb ik dat eigenlijk alles om me heen heb ik helemaal niet zo door. Ik denk dat we wel betere wedstrijden hebben gespeeld dan de twee voorgaande wedstrijden. Je creëert tenminste ook weer wat. En dat is wel een stijgende lijn die wij door moeten trekken naar de volgende wedstrijd. De beleving, het is gewoon super gaaf dat je gewoon voor zoveel mensen mag spelen en ook nog in Canada, tegen Canada, op een WK. En ja, ik kan eigenlijk zelf heel weinig over de wedstrijd zeggen, want ik zat zo in de roes. Ja, je gaat het veld op en je speelt gewoon en uiteindelijk na 90 minuten besef je wat er allemaal is gebeurd en dan is het alleen nog maar genieten. Toch eigenlijk best wel een goed gevoel overgehouden aan gisteravond. Je weet dat je eigenlijk zo goed als zeker wel door bent naar de volgende ronde en dat is gewoon het doel waar je eigenlijk ook hiermee naar kwam.